Hallo allemaal, mijn naam is Jip van Shot of Culture en ik sta hier, misschien zien jullie het al een beetje hier achter mij, maar ik ga de camera even omdraaien, in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, want het is vandaag een hele speciale dag. Hier opent de buitententoonstelling rondom het thema waterwijs. En ik ga jullie iets vandaag van laten zien. Maar dat doe ik niet alleen, want eerst heb ik afgesproken hier met Tracy Metz. Jij bent de gastcurator. We staan vlak voor de opening, hè? Dus ik ben blij dat ik jou nog eventjes aan de maat trek. Ik ook, hartstikke spannend. Voordat wij wat dingen gaan bekijken, ben ik heel benieuwd. Jij noemt jezelf, of jij wordt omschreven als een waterexpert. Wat is dat precies? Ja, expert, jeetje. Ja. Nou, ik ben in ieder geval heel erg geïnteresseerd in water. En ik vind het heel leuk dat het Zuiderzeemuseum dit thema heeft opgepakt. Het verschil tussen water toen in de Zuiderzeetijd en nu. Nu, het is zo makkelijk. Je draait de kraan open. Eindeloze hoeveelheden brandschoon, heerlijk helder drinkwater. En dat drinkwater spoelen we ook de play mee. Ja. Wassen we de auto mee. Eigenlijk krankzinnig. Want de mensen in de Zuiderzeetijd, die moesten het allemaal halen. Uit de rivier of uit de sloot. Of ze moesten het oppompen. Ze waren heel zuinig met water, want het was gewoon een hoop werk om dat water in huis te halen. Ja, misschien wel iets waar wij vandaag de dag wat van zouden kunnen leren. Nou, enorm, enorm. We beseffen het niet, want het is gewoon zo gemakkelijk. Maar we zijn echt super speelziek. Ja. En nu het klimaat verandert, het wordt droger, wordt ook natter. Maar het wordt allemaal extremer en ingewikkelder. En het is denkbaar dat we tekort aan schoon drinkwater in de toekomst, in de nabije toekomst, zullen kunnen krijgen. Dus dan kunnen we eigenlijk misschien wel iets gaan leren van onze voorouders, hoe we daar dan mee om moeten gaan. Precies. Jij hebt heel wat dingen volgens mij gedaan als gastcurator. Kun jij een paar voorbeelden noemen van wat je zo al hebt opgezet voor dit project? Ik heb 4 hedendaagse kunstenaars uitgenodigd om werk te maken voor het Buitenmuseum. Ik heb een audioserie gemaakt met 7 historische objecten en die 4 hedendaagse werken. En ik heb ook interviews met die 4 kunstenaars gemaakt. En hoe heb je die kunstenaars uitgekozen? Of waar heb je op gelet? Ze zijn heel verschillend, vind ik juist leuk. Eén is dichter. Okay. Dat vond ik heel mooi. Die heeft een gedicht geschreven over het IJsselmeer. Zoveel meer heet dat gedicht. Mooi. Dit water ooit zee. Bij tijden woest en wild en dan weer zacht en kalm. Onderdak van steur en zalm. Van haring en anchovis. Eén is textielontwerper. En die werkt met het weer en hoe dat weer op dat textiel inwerkt. De eerste doek ga ik op de lijn hangen om door het weer te laten bewerken. De ander is, hoe zal ik hem noemen? Beeldend kunstenaar, constructeur. En die heeft een uitkijktoren gebouwd waar je in een bolle spiegel kunt kijken en die hele omgeving om je heen ziet, zoals een insect ook helemaal rondom kan kijken. En we hebben ook nog de waterpoort. Dat is een kermisachtig ding met licht en lawaai en draaiorgelmuziek. En daar pomp je 130 liter water op en dan komt dat allemaal zo naar beneden kletteren. En 130 liter is ongeveer wat iedere Nederlander per dag gebruikt. Kijk. Dus het is een hele speelse, vrolijke manier om je toch bewust te maken. Je hebt ook een audiotour gemaakt, een soort rondleiding langs bijzondere plekken op het gebied van water in het museum. Kunnen wij zo'n plek even bekijken om te laten zien waar we dan aan moeten denken? Dit prachtige huis hier, dat is het markerhuis op palen, omdat het vroeger altijd onderliep op marken. En daarbinnen is een prachtige waterput midden in de woonkamer. Kijk, laten we daarheen gaan. Okay. En hoeveel uur heb jij nou doorgebracht in het buiten openluchtgedeelte? Heel veel tijd doorgebracht. Er is zoveel te zien en te leren hier. En wat ik ook heel leuk vind, Jip, iedereen denkt dat het Buitenmuseum een dorp is, een bestaand dorp. Maar dit is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Het zijn allemaal losse huizen die het museum heel kunstig bij elkaar heeft gezet. Ja. Dat het een dorp lijkt, vind ik heel erg leuk. Ja. En dit moet wel een rijke familie zijn geweest van dit markerhuis. Want het huis is groot. En je zal zien binnen, het interieur is echt heel mooi. Dit zijn de borden die je attent maken op een dat hier een onderdeel van de audioserie te horen is. Ja. En hier heb ik verteld samen met een curator en een hoogleraar van de VU over watergeschiedenis, over die markerput. Kijk,
Ik ben heel blij om weer in het Zuiderzeemuseum te zijn. Het is het museum waar ik als kind denk ik wel het vaakst ben geweest. Want mijn ouders hebben een zeilboot en als we hier naar haven lagen, was het eerste wat we wilden, was naar dit museum. Dus ik vind het leuk om hier nu weer eens in deze hoedanigheid terug te zijn. Oeh. Oh ja, ik snap wel wat je bedoelt met dat dit een rijke familie... Ja, die prachtige kleuren en de decoraties en dat hele mooie jasje dat daar over de stoel hangt. Oh ja. Jeetje. En de bedstee. En ook best groot, denk ik. Dat niet de gemiddelde persoon zo... Ja. En ik zie daar de put, vertel. Daar is de put. En de regen viel dus op het huis. Via pijpen ging het naar de grond. Aha. En daar kon je het op halen. Ja. En deze waterput heeft een eigen emmer. Alleen voor deze put, zo. Dat het ook allemaal schoon blijft. Dus je had gewoon water bij de hand. Geweldig. En dat was dus zeker niet iets wat voor iedereen was weggelegd. Dat was niet voor iedereen weggelegd. Maar dit is dus een van de verhalen die we in jouw audiotour door het buitenmuseum heen kunnen zien. Kunnen horen, moet ik zeggen. Ik had begrepen ook uit jouw audiotour dat jij ook een favoriet object hebt. De klapgoot. Wat is dat? De klapgoot, dat is eigenlijk niet meer dan een houtje met een goot erin. Ja. Maar het is zo slim, het is zo ingenieus. Het is een stuk goot en die steek je dwars door de muur. Ja. De regenpijp voert de regen naar die klapgoot. En je kan de klapgoot naar buiten klappen om de regenton buiten te vullen. En je kan hem naar binnen klappen om de binnenton te vullen. Kijk. Wat goed. Een arbeidsbesparende maatregel. Ja. Het kost niks. Super slim. Hartstikke leuk. En Tracy, hoeveel onderzoek heb jij nou moeten doen om dit allemaal te weten? Want ik kan me voorstellen als je dan echt op zoek gaat naar verhalen over water. Dat je ook echt wel weer nieuwe inzichten krijgt en dingen ontdekt. Ook over de mensen die hier woonden vroeger. Voor het binnenmuseum, voor de bestaande historische objecten. Dat onderzoek is allemaal al gedaan. Dat is een kwestie van praten met de curatoren en door hun ogen kijken. Wat echt ongelooflijk leuk en leerzaam is. Voor de vier hedendaagse werken wilde ik een breed scala aan disciplines. Dus textiel, gedicht, zo'n kermisattractie, zo'n uitkijktoren. Dat je op allerlei verschillende manieren een blik op dat onderwerp krijgt. Ja. Dus, en dat was even zoeken, maar dat was wel heel leuk zoeken. Leuk. Ja. Ik ben heel benieuwd. Wij gaan het zo allemaal beleven. Het museum bestaat natuurlijk uit twee delen. Je hebt in binnen ook nog een heel deel, een tentoonstelling die gaat over water. Die is dus een beetje gelieerd aan wat je hier buiten ziet. Maar het deel wat Tracy heeft gemaakt, dat is tot en met 3 november te bekijken. Dus mis het niet. Het is nog wel even, maar het is wel echt iets bijzonders, denk ik. Ontzettend bedankt. Heel veel plezier zo met de opening. En, dankjewel. Ik heb er bezoekers ook heel veel plezier. Komt helemaal goed. Dankjewel. Joe.